In deze tijd kun je maar één ding doen, hè Tom? En dat is? Ja, je kunt altijd uh, genieten van de prachtige natuur, dus wandelen. Je hebt een heleboel wandelingen gemaakt. Ja, dat klopt. Uh, ik ben vorig jaar uh, ben ik met pensioen gegaan. En uh, toen dacht ik, ik ga een wandelgroep starten voor mensen die heel graag wandelen. Want uh, de Groesbeekse omgeving, de Bergendals omgeving, die heeft heel veel te bieden. En, uh, dus ik, uh, ik ben met een heel vrijblijvende wandelclub gestart. Uh, mensen die daar zin in hadden, die konden zich bij mij melden en, die dan, uh, 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 en dat doen we één keer per maand. Uh, in coronatijd hebben we twee keer per maand gedaan, omdat ik de groep niet te groot wil hebben. En dat is begonnen met uh, zes, zeven mensen. En nu wandelen we elke maand met meer dan uh, dertig mensen. En uh, ik heb de wandelingen uitgezet uh, in de omgeving van uh, Bergendal. Dus uh, alle mooie plekjes die komen aan bod. Het Groesbeeksbos, de Botterpot, het Rijswald, de Ooi, de Heumense de Mookse Schans, de Mokerhei, het Kraaiendal. Dus elke, elke mooie plek die, die komt aan bod in de wandelingen. De wandelingen die zijn te vinden op de site van KWIEK, KWIEK Actieve Leefstijl, op de website. En er is een kopje corona en onder dat kopje corona, als je dan naar beneden scrolt, dan zie je de twaalf wandelingen helemaal prachtig uitgewerkt. Als mensen belangstelling hebben om aan de wandelingen deel te nemen, dan hoeven ze maar een uh, contact met mij op te nemen. Mijn telefoonnummer en mijn mailadres staan onder de wandelingen uh, vermeld. Uh, en dan kunnen ze een contact met me opnemen en dan krijgen, komen ze op de mailinglist. En dan krijgen ze elke maand krijgen ze een mailtje waar de wandeling start, hoe laat, uh, hoe lang die duurt, uh, iets uh, over het parcours. En dan uh, kunnen ze gezellig meewandelen.